gebeuren wilde dingen bij Clooney in de dierentuin. We zijn hier aangekomen bij het dierenpark Blijdorp. Ik heb er echt superveel zin in. We gaan natuurlijk ook dieren kijken, dus niet alleen maar Pokémon Go. Dus ik heb er echt superveel zin in, dus laten we maar gewoon gauw in de dierentuin gaan. Hello. Ik ben hier met een paar gasten. Ik kwam gewoon in de dierentuin en ze herkenden me. Abonneer, like. Hij is het goed, jongen. Doei. We zijn nu net in de dierentuin. We gaan gelijk beginnen. Net zeiden die twee fans, het waren er niet twee. Waar praat ik over? Die zeiden net dat er ergens een leprous was, maar dat hij nu al weg is. Maar dus er zijn hier heel veel beesten. Wacht, nee, dat is grappig als er een menkie spant net bij een apenkooi. Dat zou echt grappig zijn. Ik heb het gevoel alsof ik hier eerder ben geweest. Ja, ik ben hier eerder geweest. Oké. Maar eerst een nieuwe update. Jullie zien linksonder al een mooi Weedle-kopje. Als je daarop klikt, kijk, de Gold Weedle zit op mijn nek. Clooney Games en Gold Weedle. Nou, dit is dus de nieuwe buddy update. En als jij ook een buddy wil, dan ga je naar die drie streepjes linksonder. En dan moet ik heel even op buddy zien te klikken. Ja, dan klik je op buddy. Normaal staat er dan geen buddy, dan kan je een buddy adden. Zo, heel erg veel buddy. Maar mijn buddy is dus de Gold Weedle. En als je voor hem een kilometer loopt, dan krijg je een candy ervoor. Maar ik switch hem nu even, want dat was gewoon even een grapje. Ik denk War Turtle, want ik wil heel graag een Blastoise. War Turtle is now your buddy. Nu leg ik het uit. Pokémon's die uit een 10 kilometer ei komen, daarvoor moet je 5 kilometer lopen. En Pokémon's die uit een 5 kilometer ei komen, moet je 3 kilometer verlopen. En die uit een 2 kilometer ei zijn, daar moet je 1 kilometer voor lopen. Als het een starter Pokémon is, dan moet je er 3 kilometer voor lopen. En dit is een starter Pokémon. Nou, je kan niet starten met een evaluatie, maar Squirtle, de voor-evaluatie. Dus daarom moet ik 3 kilometer lopen voor een candy. Maar dus nu moet er gewoon gelopen. Maar als je dan een switch en je hebt al 2 kilometer gelopen, ja, dan saves hij die progress niet. Hé, hey, deze gym is veler. We kunnen erbij. We kunnen bij de gym. Even hier zitten. Dan kunnen we rustig kijken. Ik wil mijn Machamp erin doen. Wow. Ik wil even kijken hoe dat eruit ziet hoor. Hoe die animatie daarboven eruit ziet. Heel even kijken. Ja, oeh, daar zit hij in zonder broek. Oké, wat is er nearby? Oké, ik zag een Clefairy. Maar die is er dus nu niet meer. Ja, wat kregen we uit de Pokestop? Bag is full. Really? Oh ja, we kunnen onze bonus collecten. Lekker veel Stardust. De Pokestop is natuurlijk paars. Ik heb net wat items gegooid, dus nu kunnen we het niet pakken. Nee, niks in dit hoor. Oh kijk, we hebben al iets voor War Turtle gelopen. Hoeveel? 100 meter! Het lijkt heel erg op Bokito. Bokito. Maar dus we moeten nog 2 kilometer en 900 meter voor onze War Turtle. Ik weet het is War Turtle. Haters, kom maar. Die was zwalend. Die was great. Wacht, daar zit een neushoorn en hier een nijlpaard. Huh? Hoe kan die ontsnappen, stom ding? Had ik een crate met een curveball. Please. Duimpje. Clefairy nearby en een Magikarp. Kijk, daar zit een neushoorn. Hij zit heel even te gluren bij de andere hok. Hé, hey, wat spant er? Clefairy spant. Deze wil ik eigenlijk wel graag. 1, eruit. Hoe dan? Hij heeft een rode cirkel en ik gooi in het wit. Nu wil ik denk ik de Nidoran en de Magikarp spanten. Hé, hey, er staat Sjaak op die tractor. Hallo Sjaak. Oké, wat is hier? Let op. Neushoorn blast achteruit. Dus het is een beetje risicovol. Ik was net zo excited en er is hier niks. Alsnog heeft iemand wel een neushoorn gevangen. Daarom zijn de kooien leeg. Kijk, er zit een Rhydon in. Maar er zit dus nu ook een Nidoran. De Nidoran is weg. Oh jawel. Huh? Nu zit er opeens ook een mannelijke Nidoran erbij. Oké. Ja, see what you did there. Maar ik wil echt dat wat meer spannend, want tot nu toe is het een beetje saai. Maar dat maakt niet uit. Want de diertjes maken het leuk. Er zijn hier echt heel erg veel mensen. Gooi er eens even een Lapras bij of zo. Of gooi er een Sea of een Gugan. Dan pakken we even deze. 3, 2, 1, klik. Kijk eens, dit is een Magikarp. Klik er maar gewoon gelijk op. Oké, okay, hoeveel CP is die eigenlijk? Was het 54? Oké, okay, we hebben een Great.
1 rol, 2 rol, 3 rol. Hoe ver is onze buddy eigenlijk al? 200 meter, oké. Kijk die dansmoves die hij ook nog eens heeft. Moet je dan gewoon zien? Echt, als je ernaast staat, dan ga ik gelijk gillen. Dan ga ik echt zo gelijk gillen. Ik ben hier met een gast, hoe heet je? Carlos. Hé, ik ben hier met Carlos. Ja, ik ben ook op je geabonneerd. Oh, dank je man. Nice. Later. Een polywag. Die wil ik wel. Oké, we vangen hem met een curveball. Let's go. We kunnen een polywrath. Heel even uitrekenen. 1, 2, hoeveel Pokémon we moeten vangen nog? 8 ongeveer of 7, dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, we gaan maar gewoon door. Oh, wat spant er. Een Nidoran. Hebben we? Oké, nee. Ga erin. Oké, regular Pokéball, curveball. In de witte cirkel. Lekker. Oké, een potion. 2 Pokéballs. Ik zweet me echt helemaal kapot, want ik zit hier in de dierentuin met 33 graden en I'm full black. Kijk, full black. En gewoon full black in de dierentuin. Tum, tum, tum. Dan moet je die olifant zien, ze spuiten hem helemaal nat en net had die olifant vet veel gedronken. Kijk, drink. Maar hij drinkt niet. Wow, echt super cool. Dat zou ik echt niet fijn vinden, gewoon zo een hele tuinslang in je mond. Dat is echt leuk. Oké, we gaan weer door, want die olifanten waren echt leuk. Wow. Oké, er zit een Psyduck, een Magikarp, een Krabby en een Drowsy. Kijk, hier is een real life Drowsy. Wat, we hebben echt geluk. Dat babytje komt er ook bij. Hier zit niks. Oké, daar zit ook niks. Dit weet ik nog. Eerst zat hier een tapir, want ik ben hier eerder geweest. Hier zit ook een tapir, oftewel een Drowsy. Pokémon zitten weer bij Ultraband. 2 Pokéballs weer gelijk in de pocket. Hey, Pokestop. Pokestop voor de win. Het is een neushoornbeeld. Oh yeah. Ik heb mijn eigen Rhyhorn gevangen. Kom maar op, Rhyhorn. Eieren hatchen. Oké, wat zit hier boven? Glas, kom maar niks. Oké. Kijk eens, ik zit hier in de Sahara. Ik ga echt overal naartoe voor Pokémon. Hier zijn nog meer kamelen echt zo. Het ziet er heel erg verkeerd uit. De beschrijving van een kameel. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dante doet de kameel na. Ik ben hier weer met een paar gasten, zeg je nou maar. Ik ben Tijmen, Geurman. Salvatore. Super cool man, iedereen handjes schudden. Doei, later. Ik denk dat we straks wel even een polywhirl gaan maken. We hebben in ieder geval dat gedaan. En dan doen we hier onze Pokémon in de Lapras Gym. Oh, hier komt een zweetdruppel. Maar onze Machamp zit er nog steeds in. Wat zit er nearby? Oké, een Dratini. Nice. Trouwens, kijkers. Ik heb 114 kilometer gelopen. Denk wel even na hoeveel dat is. Dat is bijna van Rotterdam naar Amsterdam. Dat is echt ver. Toen ik dit deed, toen zag ik heel even een Articuno in beeld. Serieus, ik zag een Articuno shadow. Of ik ben gewoon compleet lei. Dat kan ook. Maar hier kunnen we dus onze Pokémon aan de gym assignen. Dus we gaan nu even zitten. We gaan nu even in deze gym met de Lapras. Oké. We doen nu even assignen en dan naar CP. En dan Vaporeon. Yes. We kunnen nog heel even trainen. Welke Pokémon zijn het? Oh, het zijn alleen water. Welke is nou goed tegen water? Oh ja, elektrisch. Let's go. Ja, dit is dus een beetje een faal. Of eigenlijk een beetje een val waar ik in ben gelopen. Alsnog is hij ver gekomen, dus doei. Vak trainen. Dan gaan we nu de Dratini zoeken. Hoe heet je trouwens? Wat een kanker shoutout. Sam? Shoutout naar Sam hier, zeg maar wat je wil. Pokémon Go. Het is een hele toffe gast. Thanks voor de support. Kijk, moet je die aap zien? Hij hangt echt heel raar bij. Echt super grappig. Wauw. En we gaan weer even lekker pop, 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 Pokémon doen. Als ik kijk maar gewoon wat er nearby is. Hé, de Dratini. Scyther! Scyther! Die is bij de speeltuin, denk ik. We moeten die Scyther vinden. Ik ga rennen! Kom op. Span. Wil je spannen? Hij wil niet spannen. Hij moet hier zitten. Ja, ja, ja. De Scyther spant. CP82, maar wel nieuwe. In de Pokédex.
En gelijk nu rustig aan. Ik gebruik een ultrabal. Ik moet heel even afkoelen van alles. Waarom gooi je de hele tijd mis? Nou, het is een groene cirkel met ultrabal, dus we kunnen ook gewoon zo gooien. Oké, ik denk dat we hem hebben. Yes, de eerste site is eindelijk binnen voor iemand van een level 22. Oh my god, ik hou echt gewoon van Scyther. Nu alleen nog maar Seedra en dan is die hele lijst vol. Waarom hebben we niet meer 100.000 starters? Ik heb het niet eens uitgegeven. Misschien is het tijd voor de Poliwag Evolve. Maar eigenlijk wou ik helemaal naar de andere kant van het park en dan weer teruglopen. Maar nu zijn we eigenlijk weer helemaal teruggelopen. Tijd voor de Poliwag Evolve. Dus we gaan onze hoogste Poliwag. Ja, kijk, dit is de eerste Poliwag. Let's click that evolve button. Oh, ik dacht dat 50 candies was om een Poliwag te maken. Dan hoeven we nog maar 2 Poliwags te vangen en dan kunnen we alweer Poliwrath. Poliwhirl. Oh, wou niet power-uppen. Ja, we hebben nog maar 4 candies nodig en dan kunnen we een Poliwrath. En welk level was die? 741 volgens mij dus. Hoog level, die kan wel echt in 1000 worden. Oké, we gaan dus weer nu deze kant op. Er is een koffing nearby. Koffing. De koffing is trouwens weg. Niet cool. Wow. Er zijn hier echt speciale dieren in de dierentuin. Moet je deze kwal zien ook? Moet niet echt naar het glas. Kijk hoe mooi die zwemt. Ik ben niet echt een fan van kwallen. Maar kijk, daarboven zit echt een hele groep. Echt super cool. Wow, moet je die haai zien? Wat is dat voor rare plant? Oh ja, kijk, moet je die haai zien? Hier is het eigenlijk hetzelfde, maar dan een beetje van achter. Maar dit voelt heel erg cool. Ik weet niet of jullie het super goed kunnen zien, maar dat zijn een soort levende visjes. Wat zijn het eigenlijk? Pekelkreeftjes zijn het. Oké, ik ga er weer even opnieuw in. Ik moest heel even iets doen. Met de camera moet je dit koraal zien. Kijk. Wow. Moet je de vis zien? Hoe mooi die is. En die spikeball. Echt een dikke spikeball. Oh kijk, hier zijn Nemo-visjes. Hey, kijk, die daar. Oh kijk, daar is hij nu. Kijk hoe eng die eruit ziet. Wat? Dat visje daar had net een steen in zijn mond en die... Wow. Hey, waarom spuug je die naar de camera? Stop. Hey, ik heb nog hier een fan ontmoet. Zo, hey, zeg maar hoi, zeg maar wat je wil. Hoi. Hoe heet je? Giorgio. Oh, nice. Doei, later. Kijk, zodra je al even deze pokestop. Hoeveel kilometer hebben we vandaag gelopen? Vandaag hebben wij 1,6 kilometer gelopen. Hé, hey, hij juicht erbij. Zijn onze Pokémon's nog in de gym? Yep. Ze zijn gewoon te sterk. Nice. Moet je die zien. En die daar. En daar zit nog een kleine. Ruik aan de camera. Kijk hoe dichtbij. We hebben giraffen, we hebben gorilla's. En we hebben het Oceanium. Daar zijn we allemaal al geweest, dus kruis je door alle drie. Straks ga ik misschien nog even een ijsje halen. Oh, we zijn al over de helft met onze War Turtle. 1,8. Nice man, nice. Ze zijn al aan het schreeuwen. En dan moet je net zo schreeuwen als een leeuw, hoor. Oké. Ja, wil je een vlog? Doe ik even een telefoon weg. Welke heb je gevangen? Een Voltorb. Helemaal niks bijzonders. Shout-out naar deze gasten. Jij bent Delman, toch? Ja. Shout-out naar Delman en hoe heet jij? Saha. Shout-out naar Saha. Zeg maar nog wat je wil. Like en abonneer. Kijkers, ik wil nog heel even jullie bedanken voor al de subs. We hebben bijna 31.000 subs. 30.000. Echt super bedankt voor jullie support. Nogmaals, echt super, super bedankt. En op naar de 50k. Wow. Wow, er vloog zo'n vogel gewoon recht in mijn gezicht. Er gebeuren wilde dingen bij Klonie in de dierentuin. Tijd voor Klonie in het wild. Een neushoorn. What the fuck, een neushoorn. What? Kijkers, dat hij niet eens door de haaien zijn uit. Ik wou naar de uitgang. Oké, wat krijgen we? Het zijn volgens mij allemaal 5 kilometer eieren. Zei ik. Dat is de eerste vrouw. Huh? Hoe kan er maar 1 uit zijn? What the fuck? Nog 5 kilometer eieren moeten nog 400 meter. Oké, het was er 1 en dat was een Zijdek. Kijkers, het was heet, maar we hadden heel erg veel gevangen.
En we hadden superveel fans ontmoet. Shoutout naar jullie allemaal. Kijkers, precies toen ik bij de auto kwam, ging mijn eieren poppen. Dus onze squirtle is dus nu ook klaar. En Abra, nice. Volgende. Growlithe. Een seal. Why? Ik heb er al 60 candies van, bruh. Hopelijk krijgen we een tentacle. Oh, War Turtle found the candy. En we hebben al 200 meter gelopen met onze nieuwe. Ja, ik ga nu lekker naar huis, want het is echt kapot heet. Deel, like, subscribe.